Bij mij op de Praat Meebank Lisa van Ginneken. Ze wil voor D66 de Tweede Kamer in. Onder andere om zich in te zetten voor inclusiviteit. Want Lisa is transgender en onderging op haar 43e een geslachtsoperatie. Spannende tijden nu, denk ik. Het is heel spannend. Het is natuurlijk wel weer een mooi vervolg op al het werk wat ik de afgelopen jaren heb gedaan om transgender mensen een betere plek in onze samenleving te geven. Dus ik verheug me erop. Ja, wat mij opviel is dat je onder andere ook bij ons voor vrouw heel open bent geweest over je transitie. Op je 43e heb je uiteindelijk een geslachtsoperatie ondergaan in Thailand. Waarom ben je daar zo open over? Nou, ik vind het heel belangrijk, die openheid. Omdat er zijn heel veel fantasieën en ideeën bij veel mensen over wat dat nou eigenlijk is, transgender. Mm-hmm. Iedereen kent het woord inmiddels, dat is natuurlijk grote winst. Maar er zijn ook heel veel misvattingen. En ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon laten zien dat transgender mensen ook gewone mensen zijn. Ja, ja. Met dezelfde verlangens, wensen en angsten als iedereen. Die ook gewoon een volwaardige plek in de samenleving verdienen. En als je het over misvatting hebt, wat zijn de grootste misvattingen of wat zijn de opmerkelijkste dingen die je terughoort? Nou, de belangrijkste grote misvatting, en dat is eentje waar ik ook echt heel actief tegen strijd, is dat er psychisch gezien iets met ons niet in orde zou zijn. Mm. En dat is niet zo. Nee. En dat komt een beetje voort uit de manier waarop de transgenderzorg in het verleden, in Nederland is dat in de 70e jaren gestart. En dat is toen heel erg gebaseerd geweest op het idee, er is iets mis tussen de oren. Ja. En inmiddels weten we na decennia wetenschappelijk onderzoek dat dat gewoon niet zo is. Dat dat niet de oorzaak is van je transgender zijn. Nee. En dat stigma kleeft nog heel erg aan transgender mensen. Want als je het over de oorzaak hebt, wat kun je een oorzaak noemen? Of een reden is misschien beter gezegd? Nou ja, reden, dat wordt bijna filosofisch. Maar de hypothese is dat het echt een gevolg is van een biologische ontwikkeling. Dus dit is gewoon een biologische variëteit, ja. Zou je kunnen zeggen. Nou, ben je dus nu 48 en op je 43e heb je die geslachtsoperatie ondergaan. Dat is natuurlijk op latere leeftijd. Mm-hmm. Heb jij daar ook zo lang mee geworsteld? Nou, ik ben daar niet elke dag mee aan het worstelen geweest. Maar wel al heel vroeg als kind had ik al door dat het niet klopte. Dat het hokje waar ik in terechtgekomen was, dat het niet mijn hokje was. Mm-hmm. Maar ja, dat is een complex besef. Dat je denkt, jeetje, ik voel dit zo, ik realiseer me dit. Maar eigenlijk is het heel raar. En dat ik dat zelf raar vond, dat had natuurlijk alles te maken met de cultuur, de omgeving waarin je opgroeit. Het was de jaren 70. Toen werd er toch nog best wel een beetje vreemd gekeken naar transgender mensen. Dat werpt dan allerlei drempels op, waardoor het heel lang kan duren voordat je in transitie gaat. Ja, want jij zet je dus ook in voor de transgenders in Nederland. Hoeveel Nederlanders hebben dit soort gevoelens of willen een operatie of transitie ondergaan? Ja, dat zijn een beetje twee verschillende dingen. Hè? Of je dit soort gevoelens hebt en of je ook de stap wil zetten om een medische transitie mm-hmm. te gaan doen. Maar ga er ongeveer vanuit dat 1% van de bevolking heeft dit soort gevoelens. En de helft daarvan wil dan ook medisch stappen nemen om het lichaam aan te passen. Maar dan heb je het dus wel over 200.000 Nederlanders. Wij spreken iets minder die gevoelens hebben. Ja, tussen de 100 en de 200.000. Wat ik me afvroeg, hè, jij zegt ik voel dan dat op een gegeven moment. Ook voor de mensen die nu zitten te kijken. Wat voel je dan? Hoe voel je dat en hoe sterk is dat? Ja, dit is eigenlijk niet uit te leggen in één zin. Dat is ook een van de redenen dat ik destijds voor jullie ben gaan vloggen. Omdat het heel moeilijk invoelbaar is. Ik kan er heel veel over vertellen. Het gevoel van gevangen zitten, het gevoel van verstikking. Maar al die woorden doen eigenlijk niet echt recht aan de intensiteit van hoe het echt is. Je kunt het, we kunnen er een half uur over praten en dan heb jij het gevoel. Na een half uur zul je waarschijnlijk nog steeds het gevoel hebben dat je het net niet helemaal snapt. Nee, want het is ook niet iets om te snappen. Het zit natuurlijk op een veel dieper niveau. En uiteindelijk moet je een leven achter je laten bijna. Hè? Zo voelt dat denk ik, of niet? Nou, de kunst is volgens mij om het leven voor je transitie mee te nemen. Om het niet achter te laten. Maar dat is hoe ik er tegenaan kijk. Hè? Ieder moet daar zijn eigen keuzes in maken. Maar ik vind het juist verrijkend dat ik die ervaringen van daarvoor ook koester. En wie ik toen was en hoe ik toen leefde, dat ik dat ook meeneem in mijn leven nu. En heb je de vriendschappen, de relaties van daarvoor ook kunnen behouden daarna? Het grootste gedeelte wel, maar dat is natuurlijk niet soepel gegaan. Hè, zoals uit de vlogs die ik heb gedaan ook blijkt, heb ik een hele tijd geen contact met mijn zoon gehad. Dat is zich inmiddels aan het herstellen. Oh, wat fijn.
Heeft, ja, daar ben ik heel blij mee, maar het heeft al jaren geduurd. En het is natuurlijk heel persoonlijk. Je geeft ook aan wat je daarover kunt zeggen. Maar is ook de transitie de grootste reden geweest dat dat contact minder is geworden? Nou, zoiets is altijd complex, maar ja. Het heeft zeker een rol gespeeld. Okay, ja. Okay. Nou, fijn dat dat in ieder geval weer beter gaat. Wat mij wel opviel, dan hoor ik Thailand en dan denk ik, wat heftig, want dan moet je al toch een ingrijpend iets ondergaan. Mm-hmm. En dan moet je ook nog naar Thailand. Dan is het en die reis en die operatie en daar dan een tijd verblijven om te herstellen. Ja, nou ja, je hoeft niet naar Thailand, want deze zorg is in Nederland ook beschikbaar. Er zijn allerlei redenen waarom dat ik er destijds voor gekozen heb om naar Thailand te gaan. En achteraf gezien ben ik daar heel blij mee. Ook om een reden die ik vooraf niet had bedacht. Maar ik ben naar Thailand gegaan. Ik heb daar het hele proces doorgemaakt. Ik heb daar het eerste deel van mijn herstel gedaan. En toen kwam ik terug naar Nederland. Ja. En het voelt echt een beetje als een soort overgangsritueel. Ja. He, dat Hoe is kom je dan dat vliegtuig uit? Dat lijkt me zo spannend. De gebroken natuurlijk, want je bent fysiek nog totaal niet fit. Je bent wel fit genoeg om te mogen vliegen natuurlijk, want anders laat de arts je niet gaan. Maar dat heeft heel veel impact op je. Ja, en staan er dan mensen wel op je te wachten op Schiphol? Ja, natuurlijk. Ja, dan barst je natuurlijk ook in tranen uit. Ja. Van opluchting, ik heb het gehaald. Spanning, dat komt er allemaal uit. Ja. Laatste vraag erover, want we zitten hier ook voor je politieke ambities natuurlijk. Maar omdat je aangeeft van ja, er zijn meerdere redenen om het in Thailand te doen. Zijn dat privéredenen of zijn het ook medische redenen om die kant op te gaan? Het waren niet zozeer medisch inhoudelijke redenen voor mij. Maar wel dat hier in Nederland de wachttijden ontzettend lang zijn voor transgenderzorg. Okay. Dat is een van de dingen waar ik me ook als voorzitter van Transvisie ontzettend voor inzet al jaren. Je gaat je inzetten als je de Kamer binnenkomt. Want je staat 22e op de D66-lijst. Ja. Dat is natuurlijk spannend. Heeft ook te maken of D66 eventueel in het kabinet komt. Wie daar dan weer doorschuiven. Nou, ja. Dat zal er dus wellicht om gaan hangen. Wat is nou het belangrijkste waar je je voor gaat inzetten? Inclusiviteit. Ja. Hoe moet ik dat zien? Ja, inclusiviteit is misschien een woord wat niet iedereen meteen zal kennen of herkennen. Ik gebruik ook het liefste de slogan. Iedereen telt mee en iedereen doet mee. En dat iedereen doet mee is wel een heel belangrijk onderdeel van inclusiviteit. Hè, dus allerlei groepen in onze samenleving hebben het moeilijker om volwaardig mee te doen, om een baan te vinden, om een stageplek te vinden, om woonruimte te vinden, om niet telkens door de politie aan de kant van de weg gezet te worden als ze in een iets te mooie nieuwe auto rijden. Dat zijn dingen waar ik voor wil strijden. En dat komt bij mij voort uit mijn ervaring als transgender zijn. En er zijn misschien ook mensen die zeggen van ja, je moet juist de focus er niet te veel op leggen. Het is misschien te, want laat het zijn natuurlijke weg, zijn natuurlijke beloop nemen. Ja, nou dat snap ik wel. Want er zit ook wel iets in. Als je heel erg de nadruk legt op de verschillen, dan gaat iedereen die verschillen ook zien. Maar het punt is, die natuurlijke weg, die duurt te lang. We proberen al heel lang een samenleving te bereiken waarin iedereen gelijk is. Maar de ervaring laat zien dat dat steeds maar niet lukt. Dat groepen stelselmatig achterblijven, stelselmatig minder kansen krijgen. Dus de natuurlijke weg, daar moeten we niet op willen wachten. Nee, daar moet je een handje bij helpen. Vindt D66 dan natuurlijk. Als we het hebben over transgenders, anno 2021... wat is nou de huidige situatie? En als we het dan hebben over die 200.000 Nederlanders die met die gevoelens kampen, wat is het grootste gevaar? Nou, waar we mee te maken hebben is discriminatie, stigmatisering, waardoor transgender mensen 50% vaker werkloos zijn, 6 keer zo vaak eenzaam, 3 keer zo vaak in armoede leven, 7 keer zo vaak met geweld te maken krijgen en ook 7 keer zo vaak suïcide plegen ten opzichte van de algemene Nederlandse bevolking. Ja. Ja. Dus het is echt een groep die heel kwetsbaar is in onze samenleving. En daar hebben transgender mensen elke dag in ons land mee te dealen. En dat moet echt anders. Nou, dat is duidelijk. Nog één punt wat ik het trouwens wil bijhalen. Als twee jonge kinderen, ik zat laatst te kijken naar Nikki Tutorials die make-up show doet. Hè? Jij bent een politiek boegbeeld, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat soort transgenders te hebben die ook jongeren bereiken en laten zien, dit is ook gewoon normaal in Nederland en iedereen mag zijn wie die wil zijn. Ja, het belang van rolmodellen, van boegbeelden zoals jij het noemt, dat kun je niet overschatten. Dat is echt heel erg belangrijk, omdat je daarmee een signaal geeft, niet alleen aan jonge kinderen, je mag zijn wie je bent,
kijk naar mij, ik ben ook wie ik ben, ondanks de tegenwind die je daar soms voor krijgt. Ja. Daar mag je voor kiezen, maar het is ook een heel belangrijk signaal naar de rest van de samenleving, hè? Dus naar de niet-jonge mensen. Dus ik wil ook als Kamerlid heel graag de geschiedenisboeken ingaan als het allereerste transgender Kamerlid van ons land. Een mijlpaal waar het hoog tijd voor is, wat mij betreft. Ja. En niet alleen om transgender mensen een hart onder de riem te steken, maar ook om aan heel Nederland te laten zien dat transgender mensen meer in hun mars hebben dan alleen dat spannende verhaal vertellen waar de media zo vaak op gefocust is. Ja. En tot slot, je bent nu dus 48. Sorry dat ik die leeftijd zo vaak noem. Je ziet er prachtig uit. Dank je. Maar, jij ook trouwens. Dank je wel. Maar wanneer is een transitie, misschien ook geestelijk, helemaal, is dat ooit eigenlijk af? Of is dat altijd iets wat je meeneemt, je verleden, en wat altijd iets is wat ook een onderdeel van je is? Ja, kijk naar jezelf. Is jouw leven af? Hè? Zal jij ooit het punt bereiken waarop je zegt, nou, ik hoef nergens meer over na te denken. Ik ben wie ik ben, ik heb een eindpunt bereikt en het staat stil en het is stabiel. Ik denk dat dat nooit zo is. Nee. Dus dat is in mijn geval ook niet zo. En natuurlijk speelt een transgender achtergrond wel ook een rol. Want het is heel raar dat ik heb natuurlijk herinneringen aan mijn jeugd. Zijn herinneringen die ik in het omhulsel van een man heb opgedaan. Ja. Dus dat zijn, zou je kunnen zeggen, mannelijke herinneringen in een mannelijke context. Dus ik heb geen herinneringen als meisje verliefd bij een jongetje achter op de scooter naar het schoolfeest. Dat heb ik niet, om maar een voorbeeld te geven. En dat bepaalt natuurlijk wel hoe je alles wat je hebt meegemaakt in je hele leven verder brengt. Ja, ja, ik wens je daar heel veel succes bij. Ik wens je ook politiek heel veel succes. We gaan afwachten hoe het gaat lopen. Wellicht treffen we elkaar later in Den Haag. En dank voor je uitgebreide toelichting. Graag gedaan.